Jong FC Groningen speelde maandagavond in de Euroborg voor 4500 jeugdige fans tegen Jong Feyenoord Excelsior. De ploeg van trainer Dick Lukien staat vierde in de beloftecompetitie met 10 punten uit 6 wedstrijden. De Rotterdammers staan negende met een punt minder. FC Groningen begint niet goed aan de wedstrijd, want dit gebeurt in de vierde minuut. Een diepe bal van Feyenoord aanvoerder Ricky van Haren. Luciano komt veel te ver zijn doel uit en Mitchell tevreden kan de bal simpel het lege doel inschuiven. 1-0 voor Feyenoord. En wat doet Luciano op die positie? En dit is een van de spaarzame hoogtepunten in de eerste helft van FC Groningen. De vrije trap van Danny Holla. De bal gaat naast het doel van keeper Jordi Dekkers van Feyenoord. Dan opnieuw Feyenoord. Een hoge bal van tevreden. Kom voor de voeten van Shabir Issoufi. Knappe actie. Luciano voorkomt met een prima reflex de 2-0. Daarmee maakt hij zijn fout bij de 1-0 een beetje goed. Inmiddels een kwartier voor rust. Jones aan de linkerkant. Kapt Erwin Nuitink uit. Prima voorzet. Daar is Soek met een kopbal. Bijna de gelijkmaker. Soek afgelopen zaterdag nog scorend in Almelo tegen Heracles. Hier dus iets minder geluk. Feyenoord zet nog een keer aan voor rust. Diego Biseswar in het strafschopgebied. Luis Pedro verdedigt niet goed uit, maar herstelt zijn fout door voor het schot van Sekou Cissé te gaan liggen. Na de pauze ziet trainer Dick Lukien een beter FC Groningen. Danny Holla mag aanleggen voor de vrije trap. De bal zeilt over alles en iedereen heen. Ook langs de keeper en zo staat FC Groningen op 1-1. Het is moeilijk te zien wie hem nog aanraakte, maar Holla krijgt de treffer op zijn naam. En zo staan beide ploegen weer in evenwicht. Dan nog geen 5 minuten later. Jones met een mooi paasje op Henk Bos. Hij heeft alle tijd om een goede voorzet af te leveren. En Soek kan ongehinderd binnenkoppen. Opnieuw dus Soek die trefzeker is. En zo staat de FC binnen 5 minuten van een 1-0 achterstand op een 2-1 voorsprong. En mogen we Soek nu wel feliciteren voor zijn doelpunt. Er lijkt niets in de hand in de tweede helft voor de FC. Tot dit moment. Van Haren gaat richting de 16. Wordt onderuit gehaald door Luis Pedro. En scheidsrechter Merlijn Gerritsen bestraft de tackle van Luis Pedro met een rode kaart. Maar desondanks blijft de FC goed voetballer. Henk Bos knap langs Nuitink. Soek opent op Matthias Jones. Goeie actie van Jones. Door de Guayaan schiet net naast. Jones die een goede wedstrijd speelde. Nog steeds de 2-1 voorsprong voor FC Groningen. 10 minuten van tijd zet Feyenoord nog eens aan. Biseswar met de voorzet. En tevreden is sneller dan Luciano. En het is 2-2. En ook hier ziet Luciano er niet goed uit. Maar ondanks dat FC Groningen met een man minder speelt, wil FC Groningen winnen. Jones met de voorzet. Daar is Kurntjes. Krijgt de bal in tweede instantie. Moet scoren. Doet het niet. De bal wordt geblokt. En eigenlijk had Kuntjes de wedstrijd hier moeten beslissen. We zitten in de laatste minuut. Diego Biseswar komt met een actie. Gaat richting strafschopgebied. Er wordt hier dan aangetikt door Danny Holla. En de scheidsrechter geeft Feyenoord een strafschop. Holla kan het niet geloven, maar Van Haren kan zijn ploeg naar een overwinning schieten. Zondag scoorde hij in het eerste van Feyenoord. En ook nu scoort hij. En zo verliest Jong FC Groningen ongelukkig van Jong Feyenoord met 3-2 en zakt het naar de 8e plaats op de ranglijst. Feyenoord stijgt door de overwinning een aantal plekken tot grote vreugde van deze supporter op de tribune van Euroborg. Ik baal altijd van een nederlaag, maar zeker nu omdat je het gevoel hebt dat je goed in de wedstrijd zit. En het is 2-1. En ik ben ervan overtuigd dat we met 11 tegen 11 gewoon die wedstrijd winnen. En die rode kaart is wel een breekpuntje. Die heb ik niet goed kunnen beoordelen, maar goed. Die valt, die wordt gegeven en dan wordt het 2-2. Ik moet zeggen dat we met 10 man ook nog wel aardig op de been blijven. We kregen ook nog gewoon kansen en 5 minuten voor tijd open kans met Tim Kurtjes. En als hij die maakt, dan win je waarschijnlijk. Ja, het was een voorzet van de rechterkant. Eerst kopte ik hem totaal mis, maar Chuck hield hem goed binnen en legde hem terug. Maar ik schoot hem veel te onrustig binnen. Ik had gewoon rustig in een hoekje moeten spelen en dan zou hij hangen. Wat me opvalt bij wedstrijden van Jong FC Groningen, vooral thuis, er gebeurt altijd wat. Ja, dat wil ik ook graag. Er moet iets gebeuren, er moet er plezier van afstralen. En, je gaat naar voetballen, tenminste, zeker als je veel mensen hebt, je gaat naar voetballen om wat voor de goals te zien. Ja, dus dat wil ik graag. Er moet een hoop voor die goal gebeuren.